met een V. Viool. Heel goed, Simon. Alsjeblieft. Vind ik heel gevoelig, viool. Oh ja, ja, ja. En weet je wat ik nog gevoelig vind? Twee violen. Wat is daar nou zo leuk aan? Nou, dat is toch die grap van Wim Kan. Weet je wat ik van viool vind? Ik vind viool zo gevoelig. Weet je wat ik nog gevoeliger vind? Twee violen. Maar dat is toch ook zo? Wat? Dat twee violen gevoeliger is dan één viool. Dat is waar, ja. En daar zitten jullie dan om te lachen. Zullen we niet meer doen. Die man die houdt gewoon van violen. Alsof jij Wim Kan kent. Nee, jij kent hem. Nou, nou morgen wel, hoor. Hoezo? Hij heeft morgen een interview met hem. Nou, ah, wel. Zeker weten. Voor die rioolkrant? Ja, zeker. Morgenmiddag in put 16. Echt waar, Sim? Ja, hij staat binnenkort, staat hij 14 dagen in de Grote Schouwburg Zuid. Dan heeft hij natuurlijk publiciteit nodig. Hij komt met een hele nieuwe voorstelling. Oh, wat zou ik die graag zien. En Jaap, kunnen we daar niet naartoe? Stijf uitverkocht. Hé. Maar hij geeft een try-out op de Kegelclub. Een wat? Een try-out, zo heet dat. Dat is een proefvoorstelling. Ja, om zijn grappen uit te proberen. Ja, of de mensen wel lachen. Heel goed, nou, heel goed. Hebt u toegezegd dat hij een zaterdag bij ons komt spelen? Dat is allemaal leuk en aardig, Simon, maar dan hebben wij competitie. Jawel, maar ik heb Kok van de Landen natuurlijk al lang gebeld. Die zou het doorgeven. En die gasten van Vlaardingen vooruit, die komen gewoon kijken. Nou, lekker publiek. Die haringkop uit Vlaardingen, daar zal meneer Kan bij mij zijn. Hallo, je koopt meneer Kan, die zegt nog tegen mij. Hij zegt, Simon, hij zegt, Vlaardingen is het best publiek dat er is. Hij zegt, het is dat de stadsgehoorzaal bezet is, anders steek ik thuis uit. Dan zal ik eens een paar goede grappen voor hem bedenken. Die kun jij dan aan hem geven. Doe toch niet zo bespottelijk, joh. Hij is toch nog aan het uitproberen? Jij kan toch geen grappen bedenken? Nee, jij misschien niet, maar ik wel. Ik weet toch alles van politiek? En daar gaat het erom, bij Wim Kan. Ik trek mij even terug in de keuken in verband met de concentratie. Gezellig. Oh, we zijn wel aan het pimpampetten, hoor. Kennen jullie ook een keertje winnen? Ja. Hij heeft nog een kaartje, maar daar gaat het nou niet om. Jan de Kwaai. Een taboe met een S. Seks. Heel goed. Alsjeblieft. Marga Klompé. Maar dus het geeft nou niks, maar seks is eigenlijk natuurlijk al lang geen taboe meer, hè? Ja, natuurlijk wel. Nou, je hebt nou toch de NVSH? Ja, maar daarmee is het nog steeds wel een taboe, hoor. Wij zijn van de week lid geworden van de NVSH. Krijgen we ook dat blad, VO. Ja, verstandig ouderschap. Dat is voor de seksuele voorlichting voor de kleine Jaapie. Hallo, die ligt nog in de wieg. Ja, maar daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Willem Drees. Goedemiddag, heer Van Dam. Adiab. Kareltje. Moet jij eens even luisteren? Even niet, Jaap. Ik zit even in de rubriek van dokter Keizer. Hé? Verstandig ouderschap. Wij willen weten. Vragen van lezers over seks en zo. Nou, en die beantwoordt hij dan. Wat wil jij nou weten over seks? Dat is toch volslagen onbelangrijk? Nou, het gaat ook over opvoeden, hoor. Wat je je kinderen moet vertellen en zo. Dit moet jij je kinderen vertellen. Wat is dat dan? Politiek. Hè? Dat is een conferentie, die heb ik geschreven voor Wim Kan. Jo. Dat hij hem zaterdag uit kan proberen. Maar dat doet hij zijn eigen programma, toch? Als hij dit hebt gelezen, doet hij nooit meer wat anders. Zal wel. Ja, dat zal zeker wel, ja. Simon heeft nou een interview met hem. Ga ik dit straks even langsbrengen. Dan moet jij zaterdag eens kijken. Ja. Goedemiddag. Simon. Simon, is het al geweest? Ik heb hier al die grappen voor hem. Nou, dat komt dan heel goed uit, want kijk eens even. Hey. Een recht hartelijk goedemiddag. Inderdaad, Wim. Meneer Kan. Wat een eer voor de RET en zo. Het was nogal tochtig in de put en mevrouw Vong loopt natuurlijk met die loopneus. Dus ik denk, we doen het gewoon hier zo. Fantastisch idee, Simon. Ja.
Mag ik even voorstellen dat daar is Karel van Dam en dit is Jacobus Kooijman. Aangenaam. Heel aangenaam, meneer Kan. Kom u zitten, neem deze stoel. Dat is normaal gesproken de mijne. Hoef ik niet bang te zijn dat ik er doorheen ga. U leest verstandig ouderschap, zie ik? Nee, dat is van hem. Let u maar niet op Karel. Een heel vies kereltje bezeten van seks. Hoe kom je daar nou bij? Anders zit je toch niet in zo'n vies blaadje te lezen. Meneer Kooijman, verstandig ouderschap, de naam zegt het al, dat is een heel goed blad. Dat wel, natuurlijk. Corrie en ik zijn er ook op geabonneerd en we hebben niet eens kinderen. Nou, dat kun je nagaan. De NVSH is een geweldige organisatie. Die doet er alles aan om de seksualiteit uit de taboesfeer te halen. En dat zal eens een keertje tijd worden. Mary Zelderust. Dat is een hele goede vriendin van ons. Ja, nee, ik zeg gisteren nog tegen mijn vrouw toevallig. Ik zeg, Nel, wordt het niet eens hoog tijd dat we me daar een keertje lid van worden? Moet u zeker doen. En het geld kunnen ze goed gebruiken. Alsjeblieft, Jaap. Gewoon even insturen. Ja, dankjewel, Karel. Geweldig, meneer Kooijman. Uitermate prettig om te merken dat er ook bij de Rotterdamse elektrische tram zo'n progressieve geest heerst. Ja, wat dacht u dan, meneer Kan? Ja, ik heb de hart om op te trekken, hoor. Jongens hier allemaal zijn van nature nogal aan de ouderwetse kant, maar ik heb ze de laatste tijd toch aardig de nieuwe wetsigheid op kunnen krijgen. Inderdaad, ja. Het blijft alleen een hele opgave om jou bij te benen. Ja. Goed, meneer Kan. Vraag 1. Simon. Ogenblikje, even. Meneer Kan, wat dacht u van deze? Jan de Kwaai komt in de Tweede Kamer. Hij zegt, jongens, ik vind alles goed, want ik ben de kwaaiste niet. En dan deze. Marga Klompé komt in de Tweede Kamer. Ze zegt, jongens, ik heb heel wat met jullie meegemaakt, maar nou breekt me Klompé. En dan de platmaker. Willem Drees komt in de Tweede Kamer en hij zegt, jongens, ik doe niet meer mee, want ik trek nou van Drees. Boterhammetje? En? Perfect! Gewicht, goed gegroeid. Alleen, ik leg hem op de weegschaal en wat denk je? Doet hij een grote baan. Meid, we hadden toch zeker wel zijn luier op? Nee, niet op de weegschaal. Dat weegt allemaal mee. Ja, natuurlijk. Meid, wat zou jij je opgelaten hebben gevoeld? Nou, eerst wel. Maar de zuster moest lachen. Wil je lekker bakkie? Oh, graag. Oh, meid, ik ben toch zo benieuwd naar die Wim Kam. Oh, ik ook. Stel je voor, staat hij zaterdag gewoon bij ons op de kegelclub. Ik zit de krant te spellen. Ik wil wel weten waar hij het over heeft. Zullen we oliebollen bakken? Het is toch geen oude jaar, joh? Oh, natuurlijk niet. Maar bij Wim Kam, dan denk ik altijd aan oliebollen. Ja, nee. Dat is de oudejaarsconferentie. Maar hij treedt gewoon het hele jaar op, hoor. Oh. Bij ons in Emmer Compassium deed om Tjedde dat altijd. Wat? Met oud en nieuw. Dan klom die op de hooimeid en dan kreeg iedereen er van langs. En waar ging dat dan over? Dorpspolitiek. Ja. Had wethouder Rienstra, die zijn koeien stonden droog, had hij stiekem de koeien van de burgemeester gemolken en de boter verkocht. Zei oom Tjedde, nou, die Rienstra, die is dit jaar behoorlijk met zijn neus in de boter gevallen. Ja. Tot dus. Adi, adi. Deze was bij ons bezorgd, maar hij is voor u. Ja. Lekker bakken, jongen. Ja. Nou, maar er staat toch duidelijk stokvis 51 zee op. Is dat de VO? Ja, ik ben zo benieuwd. Is ook wat voor jou hoor, Adrie, als je straks verkering krijgt. Is dat dat blad van de NVSA? Ja, en daar staat alles in wat je weten moet. Ja, mijn vader ziet me al aankomen, die moet niks hebben van al die nieuwe lichterij. Joh, is Joop zo ouderwets dan? Schaai uit. Als het dan mijn vader had gelegen, was de wet op de zwaartekracht niet eens aangenomen. Terwijl ze zijn getrouwd omdat jij moest komen. Echt waar? Daar heb ik mijn mond geloof ik voorbij gepraat. Het is goed dat ik het weet. Niet vertellen dat je het van mij hebt hoor.
Oh, maar dat hoeft vandaag de dag helemaal niet meer voor te komen, hoor. Want kijk, helemaal een artikel over de anticonceptie en waar je het kan krijgen en zo. Bij de drogist, toch? Ja, en bij de NVSH. Oh, nou, dat is goed dat ik het weet. Want ik was laatst bij Blok om ze te vragen, helpt zij net, hè? Ik kreeg zo'n kop, eigenlijk maar een rolletje pepermunt gekocht. Nou, daar hoef je bij de NVSH niet bang voor te zijn. Die zijn dat gewend. Ze zitten op de randweg. Ja, hey, hoor, wij willen weten. Beste dokter Keizer, mijn man en ik zijn ruim 12 jaar getrouwd. En hij raakt me nooit meer met een vinger aan. Hij gaat liggen en hij slaapt en ligt de hele verdere nacht te ronken. Dat is toch niet normaal voor een vent van 35? En dan zegt dokter Keizer... Kind, steek jezelf wel eens een poot uit in bed. Natuurlijk. Dat zijn er een hoop violen, Jaap. Montovani. Montovani. Dat is 1,5 violen. Ik zeg tegen Simonis, ga mij een plaat met zoveel mogelijk violen. Hij zegt, Montovani nemen. Nou, zal meneer Kan heel blij mee zijn. Zeker, als hij 2 violen al gevoelig vindt. Heel attent van je, Jaap. Zeker een rip uit je lijf? Zeker wel, ja. Maar ja, je kan die man natuurlijk niet met lege handen naar huis sturen. Ja, dat denken jullie natuurlijk weer niet aan. Met lege handen? We vragen een knaak intrek. Als de 100 komen, heb je 2,5 mut. En de club dan? Nee, de reclame. Hé? Ja, natuurlijk, Hendrik. Stelt, meneer Kan die staat hier aan zaterdag op te treden, ja? En ik maak daar een hele mooie reportage van voor de Bruine Rotterdammer. Dan regent hij natuurlijk binnen de kortste keer hier van de nieuwe leden. Nou, dat is hard nodig ook, want het water staat de club tot aan de lippen. En Henkie, we hebben de kantine natuurlijk toch ook nog? Want er is toch ook een pauze? Dan gooi je toch gewoon een stuiver op de gevulde koek, hè? Wat denken jullie toch altijd klein? Zo wordt er toch nooit wat met de club? Zo blijven we toch modderen met die brulboeien? Een knaak intree. We hebben het hier over Wim Kan, hoor. Een van de grootste artiesten van Nederland. We vragen gewoon 3,5 gulden, hebben we een piek extra voor de club. Zou meneer Kan dat goed vinden? Hoeft hij het dan niet te weten. Hallo? Het is zijn optreden, hoor. Ja, maar het is ons gebouw. Als er 100 mensen komen, heb je 95 gulden extra. 100, toch? Ik heb die plaat moeten betalen, hoor. Nou, ik ben er niet voor, jongens. Het ruikt toch nog op lichterij. Ik ben tegen. Ik ook. Ik ook. Ik doe de kassa. Dan hebben jullie er helemaal niks mee te maken. Zie? Ik neem nog even een balletje. Ik ben op van de zenuwen. Oh, ik ook. Straks kunnen we ze nog aanraken. Natuurlijk, we zitten op de eerste rij. Dan mogen we wel opschieten. Nee, Jaap zou een plaatsje voor ons vrijhouden. Oh, dan worden we misschien ook wel aan ze voorgesteld. Oh, spannend. Oh. Dag, tantes. Adiadrie. Mag ik jullie even voorstellen? Dit is mijn vriendin Sibylle. Hi, aangenaam. Aangenaam. Dag. Dag, Sibylle. Ja, ik was bij de NVSA op de randweg en daar werkt ze. Oh, wat handig. Oh, Sibylle, zo heb ik altijd willen heten. Ik heet eigenlijk Truus. Maar ja, toen ik van de zomer op de naturistencamping aan het volleyballen was, noemden ze me allemaal Sibylle. Oh. Volleyballen. Ja. Ja, ik ga volgend jaar ook met ze mee. Maar Sibylle, is dat dan niet een beetje onhandig? Ik bedoel... Zwaait dat dan niet een beetje erg heen en weer? Ja, maar dat is juist toch heerlijk aan het naturisme? Ik bedoel, niks, geen belemmeringen meer van knellend elastiek en zo. Maar dan zakt de boel toch naar beneden. Zus, naturisme, dat betekent helemaal niks aan. Meen je dat nou? Ja, tante zus. De blote mens, één met de natuur. Kijk daar maar uit voor blaasontsteking.
Nou, dat valt reuze mee, hoor. Nou, nee, maar met dat springen naar die bal en zo. Ik weet nog goed, bij ons in Emmen Compascium werd ieder nieuwjaarsdag varken gehobbeld. En dat gebeurde in je nakie. Maar als het dan eens een keer slecht weer was, dan lag het halve dorp tot aan paas met blaasontsteking in de bedsteeg. Gezellig. Kijk, volleyballen doen we alleen in de zomer. Hè? En in de winter zitten we lekker binnen, een beetje dia's kijken. Af en toe zelfs een film. Ja, een van onze leden heeft namelijk een filmcamera en dan kijken we zo'n hele wedstrijd terug. Nou, het is echt enig. Nou, laten we nou maar opschieten, anders is Wimkamp begonnen. Wimkamp, mens, ik had er nog nooit van gehoord. Logisch, je hebt 5 jaar op zee gezeten. Hé, hey, zus, wie past er nou eigenlijk op kleine Jaapie? Oh, oh mij, is helemaal vergeten. Nou, je moeder ben jij. Ja, maar hij slaapt ook zoveel, je vergeet het gewoon. Ach, mensen, mensen, mensen. Wat hebben we toch een heerlijk land, hè? Hebben we niet een heerlijk land? De Nederlandse maat gaat binnenkort de 12 miljoenste krijgen. Kennelijk geen lid van de NVSH. Ja, wel een eigenaardige maat, vind ik dat, hoor. Ja. Ik heb wel eens gedacht, met wie zou ze nou toch in het geheim gehuwd zijn? Met de uitvinder van de kinderbijslag? Ja, ja. En als we dan die 12 miljoenste hebben, mensen, dan gaan we met z'n allen gaan we de straat op, hè? Dan gaan we de straat op met een microfoon, opinieonderzoek. En u weet toch wat dat betekent, hè? Opinieonderzoek, dat wil zeggen mensen naar een mening vragen die ze niet hebben. Ja, ja, opinieonderzoek, het is maar dat je het weet, hè? 33% van de Nederlandse bevolking slaapt in pyjama. Ja. En 2% met de sok aan. Ja. Ook in de zomer. Ja, het is, bij opinieonderzoek heb ik wel eens het gevoel dat er een beetje naar de bekende weg gevraagd wordt. Heb je dat ook, hè? Dat je het gevoel dat je denkt van er wordt naar de bekende weg gevraagd. Bijvoorbeeld, wie zit waar bij de zuilen? Nou, vind ik een beetje een domme vraag, dat is duidelijk natuurlijk. De christelijken zitten bij de NCRV, de katholieken zitten bij de KRO, de liberalen zitten bij de AVRO, de socialisten bij de VARA en de nudisten bij de VPRO. Ja, ja. Ja, wist u. En wist u dat er tegenwoordig ook vrije geluiden gehoord worden bij de NCRV? Vrije geluiden bij de NCRV. De omroepsters bij de NCRV mogen tegenwoordig al met een open kraagje. Dat wil zeggen voor de radio. Ja, dat maakt mij niet uit. Kan mij niks schelen. Kijk, ik ben thuis bij alle zuilen. Ik voel me echt op mijn gemak bij alle zuilen. Ik kan zo bij de VARA naar binnen lopen. Loop ik meteen door naar de kantine. En dan bestel ik daar een pastetje van de arbeid. En daarna bij de NCRV een psalmslaatje. En dan sluit ik af bij de KRO met een heerlijk glaasje Châteauneuf du Pape. Zo, waar waren we ook alweer gebleven? Schiet niet op, hè, zo'n avond. Oh ja, het schiet me alweer te binnen. Ja, mensen, wat hebben we toch een heerlijk land, hè? Een heerlijk land, ook al hebben we soms de neiging om te ver te gaan. Vooral op televisie hebben we de neiging om te ver te gaan. Vindt u ook niet? Ja, moet je niet nee zitten schudden. Je hebt toch de neiging... Nee, doe het weer, hoor. Nou, doe het weer. Heb je er alles naar laten kijken? Zou ik toch doen, hoor. Ja, ja. Ja, we hebben een heerlijk land, maar we hebben de neiging om te ver te gaan. Nou moet je ja schudden. Ja, doe dat. Ja, goed zo. Fijn. Heel goed. Ja, prima. Ja. We hebben de neiging om te ver te gaan. Ik krijg wel eens op het idee dat ze op de televisie zeggen... Kom op, jongens. Gaan we een volksdeel kwetsen. Kan je lachen? Ja, daar hou ik persoonlijk niet van. Nee, nee. Behalve studenten. Die gun ik dat. Studenten. U weet toch wel wat studenten zijn? Studenten, dat zijn mensen die mogen de ruiten ingooien bij de gevestigde firma. Waarvan ze later commissaris hopen te worden. Ja. Ja, zeker weten. Ja, nee, we hebben een heerlijk land. Maar het zou prettig zijn als het zo bleef. Ik dank u wel. Ja. Gaan overal op de wereld alle voordoeken weer dicht. In Londen en Maastricht, daar doven ze het licht. Nou valt overal op de wereld van de schimmen en de schijn. Het grote voorgordijn, van Broadway tot Berlijn. De mensen staan te dringen om hun kleren en informeren. Zijn die Corrie en die kan nog bij elkaar?
Ja, want nergens op de wereld wat geen sterveling denken zou, vindt men oprechter trouw dan tussen man en vrouw. Met er tweeën in één one-man show. Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Kokkie, ga jij eens even zitten. Het lijkt me veel verstandiger dat ik even begin. Meneer en mevrouw Kan, dames en heren, het is hier natuurlijk bekend dat de heer Kan een liefhebber is van een bepaald soort muziek, wat hij nooit onder stoelen of banken gestoken heeft. En dan leek het mij een goed idee om onze dankbaarheid tot uitdrukking te brengen in de vorm van een grammofoonplaat van deze muziek, waar ik heel lang heb maar moeten zoeken, maar voor de heer en mevrouw Kan is mij natuurlijk niets te veel. En ik maak mij gaarne tot tolk van de zaal wanneer ik zeg dat ik deze grammofoonplaat ook gevonden heb en wel uitgedrukt in de viool. Meneer, hier staan wel 100 violen op. Mantovani, nou dat had u niet moeten doen. Meneer Kan, voor u is alleen het beste goed genoeg. Misschien mag ik mij hierbij aansluiten, meneer Kan, de recette. Er waren 127 betalende toeschouwers, dat maakt 317 gulden en 50 cent. Ja. Meneer Van der Landen, het was mij een grote eer dat ik hier mijn programma mocht uitproberen. Ja, mensen, dan was hier dus sprake van een try-out. En u begrijpt dat ik hiervoor geen revenue wil ontvangen. U zou mij een groot genoegen doen dit bedrag ter beschikking te stellen van de NVSH. Ah. Wat een geweldig initiatief. Ja, dat is zeker een geweldig initiatief, ja. Maar wij hadden natuurlijk zelf ook al actie ondernomen, ja. Simon? Ja, meneer Kan, wij hadden stiekem pies een guldetje extra om de mensen gevraagd. Ja, Simon. En de waarde 127, dat is dus 127 gulden. Hey, Jaap? Eigenlijk maar 122, want ik heb natuurlijk kosten moeten maken voor die mooie vioolplaat van meneer Kan. Nou, ik ben blij dat u hem mooi vindt. Ik heb een hekel aan viool. Hè? Ik hou meer van trompet. Dus dan totaal 317 gulden 50. 444 gulden kokkie en 50 cent voor de NVSH. Geef maar mij kokkie, dan breng ik dat morgen allemaal wel naar de Giro. Of jullie geven het meteen aan Sibylle mee. Ja, natuurlijk. Die werkt bij de NVSH. Natuurlijk. Ik ben blij dat ik op deze manier ook mijn steentje bij kan dragen aan de terugstoting van de seksualiteit uit de taboesfeer. En ik kan niet genoeg zeggen, mensen, wat de NVSH betreft. Word allen lid! Ja. En meneer Kooijman, dan is deze voor u. Mevrouw Kan, wat een geweldig cadeau. Wat zal dat lekker zijn? Keesje was een klein jongetje. Kleine kinderen weten maar heel weinig en moeten alles nog leren. Zo ook onze Keesje. En onze Jaapie. Keesje weet al wel wat prettig is. Prettig is bijvoorbeeld warm en een buikje vol en blij. Op een keer had hij iets fijns ontdekt, zomaar bij zichzelf. Op een plekje van zijn eigen lijfje. Met zijn handjes. Die Keesje. Keesje vond het fijn om met zijn plassetje een hele mooie boog te plassen. Net als mama met de bloemengieter, maar dit was nog fijner. Nog fijner? En hij hoeft het alleen maar te doen met zijn handjes. Heel zachtjes. Misschien toch maar liever Paulus de Boskabouter.